1, 2, test. Test. Doet hij het nu? Ja, als hij draait, dan doet hij het. Goed. Altijd heb ik bij voorkeur de modernste methodes toegepast. Ik spreek gemakkelijker en meer overtuigend dan ik schrijf. Daarom heb ik deze herinneringen door de bandrecorder vastgelegd. Ik heb gemeend dat ik mijn landgenoten iets had te zeggen, ook als een der laatste grootondernemers in Nederland, daarbij de hoop koesterend dat velen de tijd zullen nemen om naar mij te luisteren. Het bedrijf dat ik zelf heb opgebouwd, het koninkrijk dat ik zelf heb gesticht, is mij dierbaar als mijn adem. Ik houd er meer van dan van het tikken van mijn hart. In de ogen van heel Nederland was hij de schimmel bij de gratie gods, hè? Een groot ondernemer. Het was een heel religieuze man die toch heel sterk dat gevoel had dat hij uitverkoren was om al deze grote dingen te doen. Hij was een man die alles voor een ander over had. Maar hij was keihard, bikkelhard. Je kon enorm met hem lachen. Hij had een geweldig gevoel voor humor. Een geweldenaar die een beetje gekooid dreigde te worden. Uiteindelijk is hij natuurlijk gestruikeld over iets van hoogmoed. En dan eindigt het niet goed. Daar kan je heel hard over oordelen. Maar toch heeft het iets aandoenlijks, omdat we het allemaal jammer vinden dat het niet goed is afgelopen. Een persoonlijk drama voor de man. Vader, wat dus een boer was, een koopman, heeft tegen mij gezegd in mijn jongenstijd: Cor, Cornelis, je moet nooit rusten in je leven voordat je de bovenste sport van de levensladder hebt bereikt. Ik heb de geest van mijn vader. Er gaat geen half uur voorbij of ik denk aan hem. Hij was boer, maar vooral ook koopman, net als ik. Het is jammer dat u hem niet hebt gekend. Mijn vader had een lief karakter, net als ik. Mijn grootouders waren gelovige mensen, Nederlands hervormd op gereformeerde grondslag, zeg maar. De vader van Cornelis was een heel aardige man, ja. En ik denk dat hij daarin, dat hij daar veel van weg heeft ook, van mijn grootvader, ja. Ja. Mijn opa die was dus commissionair in aardappelen en uien. Die ging wel met mij door de boomgaard om lekkere appeltjes uit te zoeken. Het was echt een hele lieve man. Hele lief het was dat. Opa was een beetje kattiger. We moesten manieren leren. Het ging bij ons thuis vrij streng toe. Zo zaten wij aan tafel met ons 14en. Vader, moeder, 2 dienstboden en 10 kinderen.
Moeder was op die plek volstrekt de baas. Zij troonde aan het hoofd van de tafel. En als we het te bont dreigden te maken, had zij de zweep van vader bij de hand. Dat is een foto van vaders lagere school. Daar staat hij op. Ik denk dat het aan het eind van zijn schooltijd is, voordat hij dus naar de ambachtsschool ging en zijn carrière eigenlijk daarmee begon. Hij had eigenlijk medelijden met mensen die de kost moesten verdienen in de harde aarde met hun handen. Hij dacht bij zichzelf, dat moet mij niet overkomen. Hij dacht van, ik moet hier aan ontgroeien, ik moet hier iets anders gaan doen. Hij onderscheidde zich zeer van een boer van het eiland. Van de ambachtsschool is hij naar de overkant, zoals de eilanders dat noemen, vertrokken. En heeft daar op verschillende werfjes heeft hij gewerkt. Van de eerste dag af was ik een vreemde eend in de bijt. En dat is me wel ingepeperd. Op een vrij hardhandige manier brachten de jongens die daar werkten mij aan het verstand hoe weinig welkom ik was. Ik was een buitenbeentje. En is toen naar de avond MTS gegaan, was scheepsmachinebouwer gestudeerd in Rotterdam. Nou, het is natuurlijk een stevige boerenzoon die heel hardwerkend is begonnen is. Op een gegeven moment heel jong hoofdtekenkamer bij RDM. Iedereen die kende Vrolme is uit de tijd dat hij bij Droogdok werkte. Vrolme was een boerenhark. Vrolme die probeerde dus de best mogelijke positie te krijgen in zijn werk. Hij werkte onder de hoofdingenieur, de Kwaisenit. En daar zat hij bij in de kerk. Maar dan zat hij altijd, probeerde hij bij de Kwaisenit in de bank te zitten. Ja, maar wat probeerde hij zo te bewerkstelligen? Wit voetje krijgen. Ik denk dat daar ook allerlei dingen daar in de jaren 20 bij de RDM gebeurd zijn. Die de MTS'er vooral duidelijk hebben gemaakt dat hij in een typisch ingenieursparadijs toch altijd een tweede viool zou moeten spelen. Hij is toen naar Stork gegaan, hè, waar hij waarschijnlijk een invloedrijker positie kreeg dan hij bij de RDM bereikt zou hebben. Maar ook niet in de ferrytop kwam. Hè. Dat was ook een ingenieursclub. Daar heb ik hem leren kennen. Maar dan ook gewoon als telefoniste. En daar, zo weet je wel. Onze post, dat was nog een oude wisse met die stekker. Had je een knopje en dan moest je voordat de 3 minuten om waren, dan moest je zeggen van, denk aan de tijd. En vooral met die praten nogal lang. We zeiden nog wel eens vaak van, denk aan de tijd. Nou, dan werd hij wel eens boos op. Dus hij was bij me geweest. Ja, hij was arrogant. En hij wist het altijd zo goed. Een hele harde stem. Hier heb ik een hele leuke foto. Dit is de trouwfoto van mijn opa en oma. In 1923 zijn die getrouwd. Dat was Nan Borg en Cornelis Verolme. En mijn oma was 3 jaar ouder dan mijn opa. Het heeft tot 1954 geduurd, dus met 32 jaar. 4 dochters. Mijn oudste herinnering aan mijn vader. Ik denk dat het was dat ik op zondag niks mocht. Ze mocht niet zwemmen. Ze was geen lid van de ijsclub. Ik was zelf bij de watersportvereniging, dat deed ze niet. Ze mochten niet breien. Ze mochten niks. Uw vader werkte niet op zondag? Nee. Op zondag werkte hij niet. Maar dan zat hij de krant te lezen. Of boek lezen. Ik heb hem nooit een boek zien lezen. Reeds spoedig bracht mijn positie een vrij grote zelfstandigheid mee. Ik was even 30. Ik had met grote vaart een mooie, goed betaalde positie verworven in een gerenommeerd bedrijf. Ik was voortdurend betrokken bij de aflevering van de installaties,
zodat ik in nauw contact bleef met de scheepsbouw, die nog altijd mijn volle liefde genoot. In Nederland was in die crisisjaren geen schip in aanbouw ongeveer. En toen zei vooral me tegen Stork, nou dan moet ik het ergens anders zoeken. En die ging met een vrachtschip naar Zuid-Amerika. En die kreeg opdracht, had hij om motoren te verkopen. En hij kwam terug op een gegeven moment met een reuze opdracht voor zoveel kolenschepen. Had hij gecontracteerd en toen moest hij dus met het goede nieuws bij de baas komen. Hij zei, maar je hebt geen volmacht om schepen te contracteren, alleen om motoren te verkopen. En dus we moeten je ontslaan. Nou, zegt Verholme, maar geef me dan zoveel de tijd. Ik zal wel zorgen, er is geen werf die hier in Nederland wat te doen heeft, dat wij die zaak uitbesteden aan die werf. En dan leveren wij niet alleen de motoren, maar ook nog eens een keer de pompen en alles wat we maar in het Stork-concern ter beschikking hebben, kunnen wij leveren en dat eisen we. En de zoon Stork, Frans Stork, heeft tegen mij gezegd, ja, hij heeft ons daar met die opdrachten door de crisistijd geloodst. En dus het was natuurlijk wel een mannetjesputter. Ik ging op reis. Ik deed dat niet zonder zelfvertrouwen, want ik dacht aan mijn vader. Dat was een koopman. Mijn reizen voerden mij overal heen. Ik had iets in mijn mars, ook een flinke portie optimisme. In 1938 is hij naar Brazil geweest. En toen heeft hij ontdekt dat het leven anders was dan dat hij in Holland leefde. Dus dat je ook nog eens uit kon gaan en dat je ook nog eens een keer iets gezelligs kon doen of wat ook. Dus hij had zoiets van, er is er meer dan Hengelo en Stork. En toen was vader veranderd, ook qua kleding. Dat merkte ik toen, dat vader zich anders kleedde als voordat hij wegging. Anderen dat ze zijn pakken niet meer mooi vond of dat hij wat flamboyanter eruit wilde zien. Vroeger hadden die mannen ook allemaal van die lange jeger onderbroeken. Nou, die waren afgelopen toen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat mijn oma dacht van, wat is er nu weer aan de hand? Wat moet er nu weer veranderd worden en zo? Dus dat is wel een rare gewaarwording. Maar mijn moeder had één hele nare vervelende karaktertrek en dat was dat ze koppig was. En daar zit ik nu aan te denken dat dat ook een van de redenen was. Als ze een snarigheid hadden samen en hij moest op zakenreis naar Duitsland bijvoorbeeld voor Stork en hij kwam na 14 dagen terug, dan ging ze gewoon op de oude voet, ging ze door. Dus door dus niets te zeggen. Als vader relaties had, die mochten niet thuiskomen, want moeder die zag tegen die rotzooi op. En ik ben niet van plan om daarvoor te zorgen en om dat op te ruimen en te dit en te dat. Dus vader, die ging als er gekegeld moest worden naar het hotel. En mijn moeder is natuurlijk ook helemaal niet meegegroeid met mijn vader. Die liet hem maar gaan en die heeft ook nooit de moeite genomen om iets bij te leren, talen te leren spreken, gastvrouw te zijn. En dan komt er een ander op zijn weg, zijn secretaresse. En die nam die dan mee, want deze mannen moesten ook geënterteind worden. En ik denk dat toen fout is gegaan. Toen was het Annie. En wij waren allebei hoofdtelefonistes. Annie, dat is altijd zo geweest. Wat een ander niet kon, dat had zij. Ze wilde altijd graag veel geld en veel dit en veel dat. Wat we toch niet hadden. Want in die tijd was er toch niks. Maar dat heeft zij door hem wel veel bereikt. Maar ik had niet het idee dat dat nou toen echt een blijvertje zou zijn. Buiten aan het spelen met een vriendinnetje. En ik hoorde het luchtalarm gaan. Ik ben bij haar het huis in gegaan. En we hebben op de grond gelegen daar. En na het bombardement naar buiten gegaan. En daar zag ik mijn huis. En daar zag ik mijn moeder die daar in de kamer aan suite stond. Ik kon ook helemaal zomaar door dat huis heen kijken. En daar stond ze met de handen voor de ogen. En helemaal bont in blauw. Want het was gebombardeerd door een Amerikaans vliegtuig. Dat een bom aan boord had voor Stork. En die
bom is bij ons in de kelder ontploft. En toen heeft vader het weer meteen op laten bouwen. En iedereen zei, je bent gek. Want straks komt er weer een bom op. Nou, zegt hij, dan ga ik het weer opbouwen. Zo was vader. Onder het officiële bedrijf door hebben wij voor particuliere rederijen in het diepste geheim nog veel motoren gemaakt die eveneens in het geheim waren besteld. Deze motoren werden zo groot als ze waren verdonkeren maand en doken in de bossen van Twente onder. In boerenloodsen weggestopt en degene die daar het overzicht over had, dat was Cor Verlonde. Want die had daar de leiding van die afdeling. Hij zat met zijn neus midden in het spel. Hij heeft mee een rol gespeeld om een aantal motoren. En die zijn op een gegeven moment weer boven water gekomen. Aan alle waarschijnlijkheid heeft hij dus een aantal extra inkomsten die daar eigenlijk voor sturk waren, die heeft hij in zijn eigen zak gestoken. Ik ging Stork te klein vinden. Ik had mijn schepen achter mij verbrand. Mijn vader stond een ogenblik perplex toen ik hem het grote nieuws vertelde. Maar jongen, hoe kun je toch zo'n mooie betrekking opgeven? Maar ik kon en wilde niet terug. Ik had de sprong in het duister gewaagd. In de verte zag ik licht. Hij paste daar niet bij Stork. Hij werd te groot voor Stork. Hij wou in de directie. Ja. En zij wilde hem niet. Nou, dat voelde niet aan, dus op een gegeven moment is hij weggegaan. Het kan wel eens ambitieus zijn, maar als je een familiedirectie op je nek krijgt, dan valt het niet mee om dat te doorbreken. Hij begon in Hengelo. In een kamer van ons huis, de herenkamer noemden we dat. En daar stonden twee bureaus. En daar is mijn zusje dus achter één bureau gekropen. Die is aan type geslagen voor hem. En achter het andere zat hij dan te werken. Nou, toen heb ik dus met deze mannen heb ik dus concepten getikt en brieven moeten tikken en weet ik hoe. En toen zei hij, nou, dat is zo goed gegaan. Ik wou wel graag dat je mee naar Rotterdam ging. Toen heeft hij dat gekocht in IJsselmonde, een loods. En, maar hij had weinig geld en hij zei toen tegen de mensen die voor hem gingen werken, Ik bied jullie werken aan en het zal best allemaal goed komen, maar je moet wel je eigen gereedschap meenemen, want daar heb ik geen geld voor om dat te kopen. En zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. Scheepsinstallatiebedrijf Nederland. Ik heb de eerste paal gehijs. En nou, dat was geweldig. Dat was meteen al aan de gang. Dit is het eerste gebouwtje. Dus, ook toen waren de middelen natuurlijk nog beperkt uiteraard de zaak. En dan moet het leeg gemaakt worden, maar dan hebben ze nog geen eens veel zin in. We gebruiken het nog als opslag in Rome, we hebben dan niet zoveel ruimte natuurlijk. Ah, onbegrijpelijk dat uit zoiets kleins zoiets groots gegroeid is. Dat begrijp ik zelf soms niet. Hè? Wij hebben in de eerste jaren zo weinig mogelijk zelf geproduceerd. We hebben wel zoveel mogelijk ingekocht en getracht onze installaties zo duur mogelijk te leveren. Dat heeft ons beslist geen windeieren gelegd. Wij hebben daardoor winsten bereikt zoals niemand ze ooit in de scheepsbouw heeft gekend. Kijk, Theo, wat we hier in dit rek vinden, dat is het eerste bankboek. En dat dateert uit 1946, dat zullen de eerste opdrachten zijn die het toenmalige scheepsinstallatiebedrijf Nederland, zo heette dat toen, gegeven heeft aan bijvoorbeeld de Nederlandse Rijnvaartmaatschappij voor 186.250 gulden. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. En ja. Dat is dus allemaal met de hand geschreven, zoals u dat ziet. En Figé en Hof, ja, dat zijn allemaal bekende namen uit die tijd. Dat zijn kennelijk alle leveranties die leveranciers aan dit bedrijf gedaan hebben. Per maand. Waar haalde die zijn startkapitaal vandaan? Daar ging denk ik niet zo gek veel geld in, maar hij had één motor had hij met zijn zwager nog gekocht, een van de laatste van Stork. En die heeft hij in de oorlog ergens in de hooiberg opgeslagen. En dat was de eerste motor die hij had. Die hij voor heel veel geld verkocht na de oorlog. Hij heeft ook
motoren die door brand vernield waren gekocht. En dat waren motoren die hij van de Oranje Lijn gekocht heeft, dacht ik. Ja, daar heeft hij erg veel geld mee verdiend. Dat waren prachtige motoren en daar heeft hij toen helemaal gerepliceerd. Hij heeft motoren gekocht die in gezonken schepen lagen. Binnenschepen en ook een paar grote schepen die voor de Pieren van de Muiden gezonken waren. Die heeft hij gekocht. Er kwam een stuurman, een grote vijand bij hem, en zei, ja, maar die motoren die zijn helemaal niet geoxideerd, want die zijn altijd onder water geweest. Als je die eruit haalt en meteen reviseert, heb je motoren die het weer prima kunnen doen. Hij beschikte dus over zaken die op dat moment echt veel geld waard waren. En dat wist hij ook uit te buiten. Ik geloof dat hij een heel redelijk technisch inzicht had, maar het was prima, natuurlijk een commerciële man. Dat was in die jaren dus, kon je goud verdienen als je het verstandig deed. Uw vader was buitengewoon ambitieus. Hebt u enig idee waar dat vandaan kwam? Misschien wel dat Anneke daar de oorzaak van was dat die hem meesleepte. Denk het wel. Wist u iets van die geheime verhouding die Volma had met die telefonisten? Ja. Dat was al toen wij dus in Amsterdam zaten. Want toen vertelde Nel mij een keer, ik ben uitgenodigd door vader om met hem te eten tussen de middag. En toen is ze daar naartoe gegaan. Toen dacht ze gezellig met haar vader te eten. En toen zat daar een vreemde dame bij vader. En die stelde die dame voor als zijn nieuwe vrouw. Hij heeft me dat zelf verteld. Hij zei, en ik vind het erg dat ik het zeggen moet, maar ik denk dat ik bij jullie wegga. En ik heb iemand ontmoet en die is sprekend jou. En daarom hou ik van haar. En ik mocht haar al bij voorbaat niet. En toen ik haar had gezien, toen was het meteen goed. Het was zo lieverd. Echt een verschrikkelijke lieverd. Ze deed ook alles voor hem. Vader was, toen hij natuurlijk in het opbouwende was hij niet makkelijk. Want er gebeurden natuurlijk ook wel eens dingen die niet zo prettig waren. Ik heb respect voor haar, echt. En we konden ook goed met haar overweg. Het was een vrij gelukkige bijkomstigheid voor oom Cornelis, denk ik, dat Anneke een vrij handige vrouw was. Die had een secretariaatsopleiding. En daar heb je dan gemak van. Als je een vrouw hebt die allerlei talen spreekt, die ook nog eens dingen voor je kan regelen. Dus een soort secretaresse waar je dus echt van houdt. Hij heeft overspel gepleegd. Beschouwde hij dat zelf als een zonde? Ik denk het wel, ja. Dat denk ik wel. Maar dat het gekomen is, dat kan ik begrijpen. Moeder was moeilijk. Mijn eerste vrouw, nee, die zie ik nooit meer. We zijn heel geruisloos uit elkaar gegaan, omdat bleek dat onze karakters niet bij elkaar pasten. Natuurlijk was het een zware beslissing. Je staat dan als man alleen. Het duurde niet lang of ik wilde ook zelf schepen gaan bouwen. In 1950 kocht ik daartoe de oude werf van Jan Smit Zeezoon te Alblasserdam. Het ligt in de lijn der menselijke dingen dat onze concurrenten dit alles eer met leden dan met blijde ogen aanzagen. De naam Verolme, die nu niet meer alleen op een machinefabriek prijkte, werkte in sommige kringen als de rode lap op een stier. De grote scheepbouwers, dat waren dus Droogrok, Wilton en de SM en de Schelde, die hadden met elkaar scheepbouwbelangen. Kan je zeggen dat de scheepsbouwbelangen, dat een kartel was? Ja, dat was een kartel. Dat was een bedrijfsafspraak. Om productiecapaciteit te beperken, dat als er nieuwelingen kwamen die een werf wilden beginnen, of als een werf niet was om te zorgen dat die niet weer doorgestart zou worden, om dus de concurrentie te beperken. Nou, scheepsbouwbelangen had toen dus de Jan Smit Zeezoon werf te koop was, had scheepsbouwbelangen die moeten secureren. En dat hebben ze gemist. Toen kocht Verolme hem en moderniseerde hem. Het was een heel gedoe en hij bouwde vrij simpele schepen. Dat had hij wel goed begrepen, dat hij niet naar de ingewikkelde schepen moest gaan. Zij waren passagiersschepen zoals RDM en
Wiltel bouwden, daar, dat was een drama geworden. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want? Omdat de benodigde vakmanschap daar eenvoudig niet voor was. Een tanker is een vrij simpel schip om te bouwen. Als je een paar goede lassers hebt die al die platen naar elkaar zetten, dan heb je het wel ongeveer. Toen was er zo'n gebrek aan schepen in de wereld. Er waren zoveel mogelijkheden dat als je eigenlijk een lege helling had en je kon een redelijke levertijd geven, dan kon je een schip bouwen. Dus hij keek eigenlijk op dat moment alweer uit naar meer ruimte om schepen te kunnen bouwen. En toen kreeg hij te horen dat de Van Alen Noordermans te koop was in Heusden. En ik was daar adjunct-directeur bedrijfsleider. Maar we hadden een heel goed programma en in dat programma zat ook winst. Want ik heb wel eens gezegd, Cornelis heeft hier weer een cadeau gekregen. Want dat waren zulke goede opdrachten die wij toen hadden op dat moment. Dat eigenlijk het bedrag wat ik voor de werf moest betalen, dat zat eigenlijk in de winst van die schepen die op dat moment bouwden. In deze haven, die de toegang vormt tot het Suezkanaal, hebben de Egyptenaren meer dan 20 schepen tot zinken gebracht, waardoor de scheepvaart onmogelijk is geworden. Niemand wist hoe lang Suez dicht bleef. Toen moesten die schepen ineens een hele andere route nemen. Dus die gingen langs Kaap de Goede Hoop, moesten ze naar Rotterdam, naar Amerika. Dus er was een geweldige omweg. En er ontstond dus ineens een geweldig tekort aan tonnage. Nou, en om dat rendabel te maken, moesten de schepen groter worden. Ja, zo zat het in elkaar. En waar kan je dan die grote schepen bouwen? En dan tenslotte is het voor iedereen wel belangrijk te weten dat op het eiland Rozenburg thans een scheepswerf wordt gebouwd die de allergrootste en modernste werf van Nederland en ik zou haast wel willen zeggen van Europa zal worden. Nou, voor ons systeem was dat je dus de helling bouwde tegelijkertijd met schip. Dus een stuk helling bouwen en daar werd gelijk een stuk schip op gebouwd. Nou, wat doe je dan? Dan probeer je s'nachts zo gauw mogelijk probeer je dat die beton te storten. En dan ga je er met je voeten stampen, dan kijk je hoe hard het zit. Dan vraag je aan de architect, is het al mogelijk dat we de eerste sectie erop leggen? Dan zegt hij, ja, nou, dan begin je erop, dat stuk wat klaar is. En dan bouw je dus gelijk schip en helling. En dan zeg je, dat is voor ons systeem, ja. Ik bedoel, laten we dat nou niet overdrijven. Dat is eigenlijk geen systeem, je hebt haast. Zo. Als we dus hier die grote brugkraan hebben, dan kunnen we eventueel deze kraan, 40 tons kraan, die bestaande kraan, kunnen we hier tussen laten lopen. Die betonhellingen en de hallen met de kranen. Dat was een investering van 12,5 miljoen gulden. We hadden op dat moment 6 tankers in opdracht van 20.000 ton. Die hele 12,5 miljoen zaten in die winst van die 6 tankers. Maar dan kon je zo uitrekenen, want zo'n tanker kostte dus de 11 en de 13 miljoen of zoiets. Verdiende je zo 20% op. Kijk, dat kan. Als je winstmarge zodanig is dat je dus aan het eind blijkt niet meer dan je winst geïnvesteerd te hebben. Als dat tegen zit, dan zit je dus met een balans die niet al te fraai oogt. Hè? Met investeringen op lange termijn vastgelegd en met op heel korte termijn beschikbare middelen gefinancierd. Dat is iets waar we als bankiers altijd nogal een hekel aan hadden. Maar dat deed hij systematisch? Ja, en daar is hij ook heel lang mee gegroeid. Alleen die laatste keer, toen hij niet de beoogde winsten maar verliezen haalde, toen liep dat ook gierend mis. Toen is hij met die scheepbouw begonnen op de Botlek. Daar had hij een uitermate gunstige positie verworven. Gemeente Rotterdam heeft daar de eerste gronden in de Botlek uitgegeven. Toen klopte die aan. Ging om ruim 50 hectare. Er is, en dat is niet direct afgewezen door de gemeente en door het havenbedrijf. Hij was goed in staat om zijn plannen goed te en overtuigend vooral te presenteren. Daar was natuurlijk de strijd op begonnen. Wie krijgt de grote opdrachten? Wie krijgt de terreinen? Wie krijgt de grootste werven, de grootste dokken? Dus daar bestond de controverse. En daar zaten natuurlijk ook mensen waarvan sommigen een belangrijk ego hadden. Over wie spreekt u dan?
Ja, dat waren in die tijd natuurlijk de directies van Wilton en van de oude RDM. Hè. Die hadden geen enkele behoefte aan een nieuweling op hun terrein. ...27 juni 1957. Onvoorstelbaar wat er in één jaar tijd tot stand is gebracht. Vandaag is het feest. Dus terwijl wij nog een keer in die jaar een van onze havens verbouwd hebben om er een dok bij te leggen, in die tijd kreeg hij helemaal tot de maat gesneden zijn kader van de gemeente kant en klaar. Hij hoefde niet te investeren. Dat was heel slim. Op dit punt kan Rotterdam, met al zijn hoofden van dienst, met zijn directies, trots zijn op hetgeen hier in een zo korte tijd is gepresteerd. Het werd een mooie dag, maar 's avonds laat weer thuis zijnde, zei ik voor de spiegel tot mijzelf: wat heb je nu voor een speech gehouden? Je hebt gezegd, op deze plaats komt een der grootste werven ter wereld, waar de allergrootste schepen kunnen worden gebouwd en gerepareerd. Wat ben je begonnen? Ik werd mij ervan bewust dat menigeen mijn woorden wat erg bout moest hebben gevonden. Toch zou wat ik toen heb gezegd voor 100% uitkomen. Juist, 56, 55, wederopbouw, botlekontwikkeling. Dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van de haven van Rotterdam. Wij hadden in de scheepbouw een behoorlijk gesloten groep van de grote werven. Dat wist hij dus. En daar probeerde hij zijn vingers tussen te krijgen. En dat was dus in de concurrentie waar hij ons dwars zat. Nou, RDM en Wilton Feyenoord, ze probeerden vooral me te blokkeren. Dat had dan te maken, wie krijgt de grote opdrachten van de marine? Nou, wij bouwden marineschepen. Dat werd altijd overlegd tussen de vier grote werven. Daar werd vooral me natuurlijk zorgvuldig uitgehouden. De makkers met elkaar wilden liever voor een uitgeknepen prijs bouwen dan dat ze het overlieten aan Verholmen. Zo ging dat. Zo logisch. Ja, maar was dat om voor Verholmen weg te concurreren of was het gewoon pesterij? What's the difference? Ja, Verholmen zei, ik heb ook recht om daartoe te treden en is steeds ook aan het lobbyen geweest om daartussen te komen. Alleen dat lukte niet zo makkelijk. Alleen hij heeft natuurlijk één keer laten zien, toen hij het zusterschip van de Karel Deurman ging, de Minas Gerais voor Brazilië ging ombouwen. Het schip was opgeknapt in Wilton Feyenoord. En daar hadden wij de opdracht gekregen voor het herzien van alle elektrotechnische installaties. Dat waren voor die tijd gigantische opdrachten. Hè? We zaten met 200 elektromonteurs aan boord. En Verholmen was geïnteresseerd. En wij kregen een uitnodiging om te komen praten. We werden ontvangen door de schoonzoon, meneer Robert. En die zei, jullie hebben de Karel Deurman gestudeerd. Wil je dat nog een keer doen? Ja, dat wil je natuurlijk doen. Maar, ja, terug in huis kregen we bezoek van een van onze eigen commissarissen, die ons heeft verzekerd, je moet die opdracht niet aanvaarden. Sorry, we hebben hem aanvaard. Dan geef je hem maar terug, want het kost je de relatie met Wilton Feyenoord. Dus onder zware druk zijn wij naar meneer Verholmen gegaan en hebben gezegd, sorry, we kunnen de opdracht niet aanvaarden. Zo. Dus u laat zich door een ander voorschrijven wat uw bedrijfsbeleid is. Niet mijn manier. Dag heren. Hij bestond buiten. En toen heeft Verholmen dus opgericht zijn Verholmen Elektra en die zaken zelf geregeld. Want er is een geweldige winst op dat schip gemaakt door Verholmen. Toen zat hij dus toch daarin. Maar er is alles gedaan om hem buiten de Nederlandse marinebouw te houden. Nou, wij hadden met Verholmen helemaal geen probleem als hij ons maar niet voor de voeten liep. Maar daar hield en dat heeft hij heel uitvoerig gedaan. Sindsdien is de vijandigheid nooit verdwenen, wat op de geschiedenis van ons concern zijn invloed zou hebben. De vijandschap zat te diep. Hij had weinig ontzag voor concurrenten. Hij had het altijd over de oude rotzooi van de RDM.
Hij paste ook niet in het geheel, hij ging zijn eigen weg. Hij wilde daar eigenlijk ook niet mee samenwerken. En hij werd niet geaccepteerd. Ze vonden hem toch maar een beetje parvenu. Hij stelde zich ook al pas, al die oude conservatieve werfdirecteuren, die zullen er nooit iets van terechtbrengen. En dat viel bij de heren niet goed. Zodat ze hem ook naar zijn bekend verhaal buiten de kringen van Rotterdamse insiders wilden houden. Hij heeft altijd geprobeerd om lid van de Maas te worden. Dat hebben ze aanvankelijk tegengehouden. Van die koninklijke roei en zelfvereniging de Maas, ja. Ja, daar zaten natuurlijk die gerenommeerde scheepsbouwers en wat het allemaal voor adellijke toestanden zaten. Maar waarom hielden ze hem weg uit die club? Ik denk dat dat pure jaloezie is geweest. Ja, elite is, die is daar wel lid van, ja. En dat is ook heel goed, dat is een prachtige vereniging. Ja, en daar heb je ook gewoon een goede ballotage. Nou, daar kwam hij niet doorheen. Maar hij was natuurlijk ook qua persoonlijkheid ook wel een beetje ongezeggelijk, denk ik. En ik weet niet of iedereen daar allemaal altijd zin in had. Ik denk dat met name bij de RDM iets mindere mate bij Wilton en nog in sterke mate bij de kleinere werven het gevoel heerste van deze boef die eigenlijk achter de tralies zou moeten. Hè? Daar zouden wij aanzienlijk rustiger kunnen opereren. Werd er echt zo scherp over hem geoordeeld? Oh, buitengewoon onvriendelijk. Ze moesten hem niet? Nee, dat is een goede constatering en wellicht een understatement. Ze hadden de pest aan hem. Afgunst. Eenvoudige man. In een te opzichtige auto. Andere auto's waar we door andere directie mee gereden werd, waren duurder overigens, maar die waren niet zo opzichtig. En ja, Rolls-Royce is duurder dan een standaard Cadillac, want dat was het. Ik was van geheel andere kom af dan de trotse heren die in Rotterdam de lakens in de scheepsbouw dachten uit te delen. Na mijn verzoek voor het lidmaatschap van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas werd ik gedeballoteerd. De kastengeest bestaat niet alleen in het Verre Oosten. Het zou niet lang duren of men kende mijn naam over heel de wereld waar de grote schepen voeren. De namen van de dwergen waren alleen in Rotterdam bekend. En dat zou zo blijven. Hij was van kind af aan, had hij zich een beeld gevormd waarschijnlijk, dat als hij de lengte zou krijgen, dan wou hij net zo worden als de droogrok. Hij had het voorbeeld van de droogrok. Dat was zijn... Ja, dat was zijn streven. En dan groter worden natuurlijk. Heb je nog zin om mee te gaan, Stijn? Je hebt een heleboel mensen met een grote waffel en een heel klein hartje. En daar hoor ik bij. Ik geloof van mijzelf dat ik in wezen te zacht van natuur ben. Of ik mezelf belangrijk vind? Ja, dat vind ik. Want ik ben de enige Nederlander die een visie heeft op de scheepsbouw. Zijn ijdelheid stoorde u zich daar? Die vond ik wel schilderachtig. Ik stoorde me er niet aan. Maar ik vond het wel van tijd tot tijd om te glimlachen. Heel vaak in dergelijke posities zijn mensen ijdel en de een weet het beter te verbergen dan de ander. Waar ik wel erg aan wennen moest, was het luchtje. Dat het lavendel was of zo, geloof ik. Maar ik vond het nogal stinken bij een man. Ik hield helemaal niet van die parfum. En hij bestelde dat altijd in Zwitserland. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld wel in de gang zouden kunnen ruiken of niet voor om op een vergadering was, ja of nee. Dat zou ik me kunnen voorstellen, maar ik denk niet dat ze dat durfde te zeggen tegen haar. Ik ben niet ijdel. Ik houd nu eenmaal van goed gekleed zijn. Ik ben zeer kritisch ten opzichte van mijn kleermaker. Altijd geweest. Weet u dat ik altijd van mezelf zeg dat ik knap ben? Ja? Elke ochtend die mij als ik s'avonds naar bed ga. Heren mogen het rustig weten, want ik drink graag een glas wijn. Of ik heb een whisky en dan heb ik nog eens een whisky. En dan ga ik slapen. En dan kom ik 's ochtends op. Hè? En dan kijk ik in de spiegel.
zei Cornelis, wat zie je er toch weer goed uit. Hij was zeer gericht op zichzelf. Hij was een ijverige drammer. Soms gaat het moeizaam. Er zat heel veel van een kind in hem. Daar zat ook veel van de creativiteit van een kind in. Maar hij had dus inderdaad een paar van die kinderlijke eigenschappen. Daar schaamde hij zich overigens ook niet voor. Zo is het leven, met nemen geven, krimpen gedijen van de partijen. Hij kon in het begin al ontzettend goed drinken, dus hij werd het ook op een gegeven moment door zijn arts van de werf gezegd dat hij dus voorshands niet meer mocht drinken dan één glas rode wijn per dag, want zijn lever was opgezet. Daar liet hij een heel groot cognacglas komen en daar ging één fles Mouton Cadet in. En die dronk hij over de hele dag, dronk hij die dan op. En ik zei het dus tegen zijn dokter, je wordt belazend waar je bij staat. Wel nee, dit is zoveel minder dan dat hij anders drinkt. De Tweede Kamer en ook die hamer is onvergetelijk. Maar de droom om de grootste te worden, die koesterde die toch? Oh ja, zeker. Absoluut. Ja. Dat is hem wat betreft de Nederlandse verhoudingen ook gelukt. Ja, de drang om eigenlijk de enige scheepbouwer, Nederlandse scheepbouwer die in de wereld meespeelde te zijn. Hè? Dat was zijn streven. Ik denk dat dat veel belangrijker was dan het motief om erg veel geld voor zichzelf te verdienen. Ja, het gevaar dreigt als je daarbij de grenzen uit het oog verliest dat het megalomaan wordt. Ja, maar ik denk dat vooral natuurlijk degene was die durfde nieuwe investeringen te doen om de schepen op een moderne manier te bouwen. Dus de kostprijs die hij voor me kon bieden lag veel lager. En dan kan je dus hebben dat schepen van 17 miljoen gulden kostprijs voor 34 werden verkocht. Lang heeft hij natuurlijk toch 60, 70 miljoen cash gehad. Tot wanneer was dat ongeveer? Tjonge. Oh, ik denk dat mijn eerste 4 jaren bij Verhomme, zoiets in de buurt. Begin jaren 60? Ja, begin, ja, ja. Had ik cash. Ja, want we bouwden schepen op tijd voor een hele goede prijs. Nou, hij leefde er goed van en hij had een jacht en dat handelde hij ook als verlengstuk van zijn bedrijf. Er werden ook allerlei zaken op gedaan. Je hoefde niet met hem van doen te hebben, maar het was niet iemand die erop uit was zichzelf ten koste van zijn bedrijf te verrijken. But we have ordered nice sunshine for you. Oh, I beg for sunshine. It would be so sad if it rains. No, we will have a nice day. You can be sure. Iedereen weet dat ik bescheiden leef. Ik ben enig aandeelhouder in mijn bedrijf en ik heb mezelf nog nimmer dividend uitgekeerd. Alle winst is altijd weer teruggevloeid naar het bedrijf. Mijn vermogen slingert rond het miljard. Men versta mij dus wel, nog het Koninklijk Huis, nog de Paus van Rome, nog de Shah van Perzië, nog de reder Onassis heeft mij met kapitaal geholpen bij de opbouw van mijn ondernemingen. Ik ben Kok Mouwson, ik ben projectbaas. Ik ben Henk Verzomeren, ik ben prefabmanager op dit moment. Ik ben in 1964 gestart, vanaf de ambachtsschool gelijk naar de leerschool. Daarna een jaar sectiebouw en ik ben er nog steeds. Hij ging altijd smiddags, als hij op de werf was, dan kwam hij naar beneden toe. Dan ging hij zijn rondje maken. Altijd langs de leerschool, even de hoofdje door de deur heen van hoe gaat het. En dan heb je het nog naar je zin. Ja, iedereen helpt naar zijn zin toen in die tijd. En dan ging hij weer terug. Ja. Dat was zo'n rondje. Ja, als hij jarig was, dan kregen we allemaal een pakje sigaretten en een gevulde koek in de kantine. Juist. Ja. Dat deed hij ook. Dus ik was trots op. Ja. En nog steeds eigenlijk. Ik ben echt van het begin af ben ik echt een vrome man en altijd een vrome man gebleven. Nou, je kan natuurlijk, ik zit hier 47 jaar. Vanaf mijn 14e jaar af, dus je kan wel nagaan dat, ja goed, voor zit weer in mijn bloed natuurlijk. Hoe werd er over hem gepraat op de werkvloer? Als een kundige, binnenhalende orderman. Hij
Hij kon uitermate onderhoudend praten met die opdrachtgevers in spe, met de grote der aarde. En niet alleen maar over koetjes en kalfjes. Het was geen diepgaande gesprekken, maar het was boeiend. Dus niemand vond, in die beginjaren dan die ik meegemaakt heb, het een erg om met hem aan tafel te moeten zitten. Tegendeel. Tegendeel. Onderhoudend. Goeie verkoper. Ja, meneer Volker is er ook. Juist. Gaat u mee eten? Nou. Zouden even separaat geneden. Nou, rust, als de plaats is aan die tafel, dan doet u toch rustig mee. Het is toch veel gezelliger? Zo wordt er meer zielen, zo wordt er meer vreugd, zeg ik altijd. Jawel, hij had een reuze levenslust en hij had ook humor en plezier in. En als we ergens naar een onderhandeling gingen, dan zei hij, nou luister, begin jij maar. En begin maar met een geweldige prijs te vragen. En ik zie dat ze van hun stoel vallen, dan geef ik je helemaal ongelijk. En dan neem ik het over en anders ga je maar lekker door. Was ook spel. Als we ergens roken dat er misschien een bestelling bij een ridder geplaatst kon worden. En dan gingen we dus erop af. En ik ben tientallen keren in Amerika geweest voor misschien 1 of 2 dagen. Maar er gewoon zijn, er fysiek zijn, van gezicht tot gezicht, er meteen over praten. En niet rustigjes aan met een telex. En dat was eigenlijk dus de grote les van hem. Als je iets wilt, of iets ergens naar binnen wilt gaan, ga dan ook en ga erop af. Wat ziet u als zijn grootste verdienste? Dat hij in staat was om met zijn mensen die voor hem werkten bepaalde dingen goed tot stand te brengen. Want hij had goede mensen aangetrokken en die gaf hij de lengte. Ik heb daar dus altijd de positieve kant van gezien, omdat die jonge mensen dat toch allemaal maar liet doen. Zijn bedrijf, zijn centen eigenlijk. En dat ging fantastisch. Als er iets goeds gebeurd was in de bedrijven, dan moest de eer aan Cornelis toekomen. Dat kon niet anders. Nam u daar aanstoot aan? Ach, erg veel tijd om daar maar zoveel aan te ergeren, had ik eerlijk gezegd niet hoor. Maar er waren wel mensen die zich er verschrikkelijk aan ergerden, ja. De afdeling waar ik dus verantwoordelijk voor was in het begin, dat was verkoop, ontwerpen van schepen en begroten van die schepen. Dus eigenlijk acquisitie. En Verholmen, Cornelis Verholmen, vond het wel prettig als hij iemand kon vangen. Dus als er een brief binnengekomen was van bijvoorbeeld een reder of van iemand anders die misschien dus ooit het schip zou willen hebben en wij hadden er niet op geantwoord, dan zou die het wel leuk hebben gevonden. Mevrouw Klump, wilt u de heer Zevenberg en Wiggers nu boven sturen? Als hij dat kon pakken en je daarmee om de oren kon slaan. Dan kon je hem op de gang nog wel eens horen in zijn kamer tegen een of ander ondergeschikte wat hij van zijn plan of van zijn niet gedane arbeid of wat dan ook dacht. En dat werd dan in goede, harde bewoordingen werd hem dat meegedeeld. En luid. Allereerst de notulen van de vergadering van 14 augustus. Argwaan en telkens weer mensen tegen elkaar uit willen spelen. Dus dat was een beetje zijn stijl. Nou, dat hij mede daardoor de baas was en bleef. Uit terugbellen. Onder leiding van de leraar worden de toekomstige scheepsbouwers opgeleid. Want hij voerde een modern sociaal beleid, zorgde voor goede, positieve arbeidsverhoudingen, behoorlijke lonen en behoorlijke begeleiding voor wat betreft hun vakopleiding enzovoort. Alles was geregeld, schoenen, kleding, alles was geregeld, tot zelfs de... Had zelfs een sociaal fonds op laten richten, waar de mensen eventueel van kosten daar verhaal konden krijgen. Als ze in de problemen zaten? Altijd in de problemen zaten. Huisvesting zelfs. Ja. We hadden zelfs, op Spijkenis had hij een Verholmendorp, noemen wij dat. Rozenburg had hij een Verholmendorp, Hoogvliet had hij een Verholmendorp. Daar zorgde hij voor. Zijn mensen moesten goed wonen, dat werd er ook goed gepresteerd. Bij het gereed komen van het eerste huis van het complex te Spijkenissen overhandigt de heer Verholmen de sleutel aan werknemer nummer 1 van de VDSM. Wat was hij voor soort baas? De ene was de meneer Verholmen en bij de laatste op laatst was het ome Koort. Want waar werk je? Bij ome Koort. Ik heb toch een geweldig bedrijf. Met ongelooflijk tevreden werknemers. Mensen die mij op handen dragen.
hun ideaalbedrijf. Mijn werknemers hebben inspraak. Ze verdienen meer dan waar ook. Ze zijn gelukkig. Ik zou bijna zeggen, de werknemers en ik, wij houden van elkaar. Als ik de poort in of uit ga, wuiven ze naar me. Dat is toch heerlijk? Dat zegt toch veel? En wij hadden van ouds hadden wij veel personeel wat van de eilanden kwam. En daar kwam hij allemaal tussenin rijden. Dat remde ons behoorlijk af. En die mensen kregen niet voor minder dan wat ze in hun huidige functie verdienden. In feite moest hij meer betalen. Nou, u weet dat iemand die weggaat, als zijn makkers vertelt dat hij weggaat omdat hij een zo dik belegde boterham krijgt. Dus dat ging als een lopend vuurtje eronder doen. En dan beloofden die mensen dus de gouden horens. En dat ging dus zo ver dat je kon op een schip wat we in aanbouw hadden met krijt geschreven zien te staan. Er stond daar toen ik daar op een ochtend een rondje maakte. Wat Van der Pols niet wil betalen, dat gaan we in de botlek halen. Dat is dus de houding van het personeel natuurlijk. En dat zet het hele loongebouw onder druk. Het was een moderne ondernemer, wat je niet van alle werfdirecties kon zeggen. En vandaag de dag nog kunnen mensen je vertellen, mij in alle ernst vertellen, dat het beter was gegaan in Rotterdam als Verolbe daar niet als concurrent tussen was gekomen. Volledige onzin natuurlijk, want wij bouwden en bedienden de wereld. Meer voor de klanten. Hè? Je wil je klanten goed onthalen. En de waterlating is eigenlijk het enige moment in de bouw van een schip dat je je klanten kunt verteren. Ik bedoel, dat je iets voor ze kunt doen. Ja, hij maakte daar veel werk van. Want ik heb me nog wel herinneren dat hij schepen bouwde voor de Sjaar van Perzië. Ja. En er werd een hele kantine. Die werd oosters ingericht. Met palmen en allerlei gekkigheid. Dan leek het net of hij in het oosten was, zeg maar. Ja, daar haalde hij heel uit. Nee, was niet krenten. En als er dan waterlatingen waren, Margriet of noem maar wat, ging ik naar de jaarbeurs toe. Kocht diverse sieraden, wat ik dacht, wat het mocht kosten. En dan liet ik die brengen bij het Lo. En liet ik Margriet uitzoeken wat ze leuk vond. Ja, dat was toch enig. Dat was morgens dus koffie drinken en dan ging die boot van stapel. En dan hield vader daarna dus een speech en je kreeg een glaasje champagne die altijd veel lekkerder smaakte 's morgens dan dat je dat diner 's avonds weer kreeg. Dat je ze een leuke party geeft en dan is nooit een dinertje aan aflopen en zo. Maar ja, als u bedoelt de speech die hij dan hield, ja, dat was natuurlijk weer heel erg op zichzelf betrokken wat wij allemaal weer gingen doen. And I am today proud that the first ship could go out, can go out. After christening the ship, that this ship is the first ship built in this dock, 110,000 tons dock. I should say the biggest dock, not only in Holland, but in Europe. Nou, dat ging zo bij een grote tewaterlading. Ik moest Verolme spreken, de zaal zat vol. En Verolme had een boodschap aan de regering en die zei, nou moeten die jongens even opletten. Hé, jullie daar van de pers. Je zit er lekker op mijn kosten te eten, te drinken, dan moet je even luisteren. En dat wil ik morgenochtend in de krant lezen. Hè? Goed begrepen? De hele zaal lachen, iedereen lachen, journalisten lachen. Het stond wel in de krant. In the reception hall, Mr. Verolme's daughter Tineke waited to present flowers to Queen Juliana, while the daughter of his excellency Mr. En ik mocht de koningin bloemen aanbieden en dat was toch iets. En de Sja, die was met de mooi met Reza Sja, hè, toen het nog allemaal goed was in Iran. Ik noem u mooi met Reza Sja en ik wens u en uw opvijden van de een behouden feit. Elke stapelloop kenmerkte zich door een bijzondere stemming. Deze werd door iedereen gewaardeerd. Was ik er echter niet bij, dan ontbrak ook die sfeer. Ik heb een manier van omgaan met onze gasten en medewerkers
die hen prettig stemt. Ze voelen zich bij ons thuis. Kijk, hij had natuurlijk een hele goede perschef. Die vertaalde alles alsof Vrome God zelf was. Now focus first on small talk. I've had such a wonderful time already this evening, and I'm delighted to have you with me because you let me introduce Cornelis Verlome. It's nice to have you here. I'm very happy to be here. They've kept you busy, though, haven't they? Always. What I'm trying to say is, how did you become a millionaire? In de scheepsbouw hadden we altijd een vrij low profile. Dat deden we niet, zulke dingen, dat paste niet. En Vrome die sprong er ineens uit, die ging er een humbug en een spektakel maken. Hij ging onmiddellijk een PR-officer benoemen met maar één opdracht, de naam Vrome groot maken in de wereld. En dat lukte aardig. Today I have invested in all my enterprises in Holland. Three shipyards, an engineering work, electrical works, a big shipyard in Brazil, a shipyard in Cork in Ireland, a shipyard in Norway. And we are planning many other shipyards all over the world. And my investments has been up till now about a little more than between 100 and 120 million dollars. And I'm still happy to have no shareholders. It's all yours. It's all mine. Soms koester ik in mijn diepste binnenste de misschien wat vreemde idee dat ik eigenlijk te laat ben geboren. Dat ik had moeten leven in de tijd waarin de Nederlanders over de hele wereld uitzwermden om daar hun nederzettingen te planten. Onze voorvaderen bleven niet thuis. Ik kon het ook niet. Waarschijnlijk ook gedreven door de geheimzinnige onrust die achter de reislust ligt verborgen. Op de voor Brazilië belangrijke dag waarop zowel het nationale feest als het begin van het carnaval valt, arriveert de 33.000 tons tanker Presidente Juscelino, die in Nederland gebouwd is op de reede van Rio de Janeiro. Brandweerboten spuiten het zeewater in wervelende fonteinen omhoog, als een eresaluut aan de Nederlandse scheepsbouw. We kwamen dus in Rio aan, met die boot van die president Kubitschek aankwam. Nou, de marine die kwam langs zij. Nou, je wil niet weten hoe dat allemaal was. Geweldig gewoon. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad door die reis met Stork, dat hij toen al ja, het land heel, heel mooi vond, heel dynamisch vond. Ja, hij voelde zich daar gewoon thuis. Hij was er echt wel lyrisch over. En ik denk dat dat hem dus ook deed besluiten om in dat prachtige land een scheepswerf te gaan beginnen. En daar heeft hij echt over nagedacht en lopen zoeken, op een bootje gehuurd om eens langs de kust te varen, om te kijken waar een geschikte plek zou komen. De baai van Jacuacanga. Ik kon mij niet voorstellen dat ergens ter wereld een mooier gelegen zeeboezem zou zijn te vinden. Bomen, niets dan bomen. Maar ergens werd het bergsilhouet gebroken door iets dat een gedenkteken moest zijn. Ik wilde daar beslist aan land gaan, maar onze motorboot kon het strand niet bereiken. Met twee anderen zwom ik naar het strand om daar op onderzoek uit te gaan. En reeds gedurende deze voorlopige inspectie raakte ik er meer en meer van overtuigd dat dit een geschikt oord voor de eerste buitenlandse vestiging van ons concern kon zijn. Het was een verlaten koffieplantage aan het diepste vaarwater van Brazilië. Eigenlijk een prachtig gelegen plek. Alleen de infrastructuur zou door de staat Brazilië zijn aangelegd. Dat was nog een toezegging onder Kubitschek in de tijd. Maar er is nooit een weg gekomen, er is nooit een verbinding geweest. De huizenbouw door de staat is er niet gekomen. Het is allemaal Vrome betaald, scholen, hospitaal, alles. Vliegveldje. Hij was daar zeer trots op die werf. En als je daar ook rondvoer, dan wist je ook werkelijk niet wat je zag, hè? Midden in de Rimboe, om daar zo'n schitterende werf te bouwen. Het was echt inspirerend om dat te zien. Een week later wordt de werf in aanwezigheid van prins Bernhard en 1500 gasten geopend. Het is 8 februari 1959 en 40 graden Celsius. De scheepswerf in de wildernis. Het is geen droom geweest, maar een visie. Bernhard was erbij en de president van Brazilië. En we hebben een diner gehad
waar hooggeplaatste personen het fijnste eten kregen. 7 ossen zijn er ter plaatse geslacht. De lef om dat te doen, ja, dat was typisch voor Olmen. Ik zag dan ook de mogelijkheden daar. Deze werf is mijn grote hobby. Altijd geweest. Wanneer bij onze bezoeken aan de school van Jakwakanga daar 1000 kinderen, alle in keurig uniform, ons komen toezingen, dan gaat er heus iets in mij om. En dat wil ik nog best weten ook. Alleen het land waarin het zich afspeelde was niet al te stabiel. Dus er is een tijd geweest van ongelooflijke inflatie. En dan kregen wij ineens vakjes van, ja, wij moeten dit weekend lonen betalen, maar er is een indexatie deze week van 40% en wilt u maar geld sturen? Daarmee betaalden we salarissen uit. Maar op een gegeven moment ben je dan ongeveer door je termijnen heen, maar dat schip is niet afgebouwd. Maar toen vlogen we daar naartoe en toen zegt hij tegen me, toen hebben we er veel geld in gestopt. Hij zegt, maar één ding kun je wel zeggen, we hebben er iets goeds mee gedaan. Er is werkgelegenheid voor zoveel mensen, er wonen 50.000 mensen. Er is medische verzorging, er is onderwijs en dan hebben we toch een stuk ontwikkelingswerk gedaan. Dat meende hij. Ik droom dikwijls. En als ik dan 's morgens wakker word, denk ik, het is toch beter dan ik gedroomd heb. Wat hebben wij, werknemers en ik, samen niet veel tot stand gebracht? Wat zijn wij toch een zegen geworden voor ons lieve vaderland? De laatste die we gebouwd hadden was 90.000 ton. En toen ging het ineens van 90.000, was de vraag van Esso, 225.000 ton. Maar dan nog hadden we Japan met een geweldige concurrentie en konden we eigenlijk ons verlies uitrekenen op die schepen. Van begin van de jaren 60 wisten wij dat de scheepbouw in Nederland en heel West-Europa geen kans van overleven had tegenover de concurrentie van Japan. Dat was kant en klaar. En toen begon hij nog eens grote schepen te bouwen. I name this ship S.O. Cambria. May God bless her and all who sail in her. Toen heeft hij grote tankers geboekt voor Esso. Toen was de top van de day was dat Verolmen, die was door zijn knieën gegaan en die was onder alle andere aanbieders door voor de laagste prijs tankers gaan bouwen voor Esso. De schaalvergroting was zo enorm. Die secties die werden steeds groter, de kranen werden zwaarder. Dat was eigenlijk geen schaal waar men menselijk aan gewend was. Het schip waar we hier voor staan, hoeveel ton is dat nou? 45.500 ton. Dus zo'n reuze tanker die was bijna 10 keer zo groot? Ja. Nou ja, kijk, als je in een tank moest wezen en je moest beneden wezen, moest je wel eerst 35 meter naar beneden toe. Dus ja, voor je er beneden bent en bij je werk bent, of er weer uit. Op z'n Hollandse zet, je moet al een goede conditie nodig, want je moest veel trappen klimmen. Ja. Dan moet je eens een indexsectie bovenin gaan lossen. Die mensen die hadden de zenuwen dus van de hoogtevrees. En er kwam 2 keer zoveel uur in als was begroot. En vroeger was het zo, dan waren de toiletten onder een helling. Nu zat die man op 35 meter hoogte en een schip van 350 meter lang. Die moesten die hele weg gaan afleggen om daar naar beneden te komen. Nou, maar dat is allemaal een ervaring van schaalvergroting die je niet bij de eerste hebt. En wat je zag, dat was een geweldige overschrijding dus van het aantal arbeidsuren. Met gevolg dat ik op een gegeven moment wel wist dat die grote tankers niet voor de uren konden worden gebouwd die Verolmen in zijn gedachten had. En dat, zeg maar rustig, dat een factor 2 was. En een narigheid die denk ik ook de beste ingenieurs niet goed voorzien hadden. In zover kun je inderdaad van een drama spreken. En als je dus 500.000 uur ergens in stopt of 1 miljoen... en vervelend genoeg 14 schepen dus in de serie hebt, dan weet je dat er een zo gigantisch verlies aankomt. MUZIEK
Ik moet eerlijk bekennen dat ik regelmatig slaappillen heb ingenomen. 6 weken geleden ben ik ermee gestopt. Maar omdat ik op den duur weer te vroeg wakker werd en veel ging liggen nadenken, neem ik ze nu toch maar weer in. Ik was heel vaak te vroeg op de dag al iets wat aangeschoten. Daardoor hebben we de opdracht voor die Sealand-schepen gemist. Die topmensen daarvan die kwamen op kantoor. En toen was Verholmen al flink aangeschoten. Het was dus gewoon midden op de dag. Dat hebben wij nou elke dag hier. Hè? Elke dag gaat er zo'n schip van de werf. Dat heeft hun ertoe gebracht om elk contact met Verholmen verder te vermijden. Toen zijn ze naar de concurrentie gegaan. En het was natuurlijk vreselijk om zo'n belangrijke klant in spe te zien af te ruipen, omdat de eigenaar van de werf dronken is. Met zo'n belangrijke reder, een van de grootste reders toen die er bestond. Verschrikkelijk. Onze dokken waren te klein. Wat moest ik doen? Doelbewust de weg vervolgen die kon leiden tot de bouw van de grootste schepen? Of alles dan maar aan de Japanners overlaten? De Japanse concurrentie is iets afschuwelijks. Ze nemen tegen elke prijs schepen aan. Zo is de gedachte gerijpt van het mammoetdok. De wereld zit naar dit dok te snakken. Hij wilde het grote dok bouwen. En het was een goede visie. Dat was goed bezien, want de schepen werden steeds groter en er was zo'n dok niet in Nederland. Er waren andere stikjeloers open natuurlijk, want die hadden het zelf moeten doen eigenlijk. Het waren toen ook de grootste dokken die er ongeveer waren voor schepen in West-Europa. Dat vergde natuurlijk ook veel financiering. En de marges werden krapper. Dat ik nu tot de conclusie gekomen ben dat de schepen die gebouwd worden veel groter zijn, 250.000 ton. En ik verwacht in de nabije toekomst dat men zeer zeker ook schepen zal bouwen van 400, 500 en 600.000 ton. De enige eigenschap waar ik me wel wat aan heb geërgerd, dat is dat hij moeite had om zijn eigen grenzen te kennen. En dat vond ik gevaarlijk. En nu is het merkwaardige dat die hoogste sport van die levensladder, die heb ik nog niet gezien. Want ik ben nog steeds bezig om een ladder te bestijgen en om te trachten tot die hoogste sport te komen die mijn vader heeft bedoeld. Maar doordat hij en dat dok wilde bouwen en die grote schepen natuurlijk op dat moment niet zulke beste prijzen hadden, kwam die in moeilijkheden. Hij kende niet de prik die ik maandelijks kreeg van een van mijn oude directeuren. En er was een bericht van een werf in het buitenland. Die fiets gaan we zeggen, die stapels hier, daar heet weer. Jongen, denk erom, liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit. En dat zei de oude knapen dan 3 keer. Verholmen had ontzettend veel geld besteed aan dingen die voor een deel mislukt waren. Want hij kon nooit geen nee zeggen. Als hij ergens een project begonnen was, dan hield hij er niet meer mee op. Je kon hem niet aan zijn hoofd praten van stop ermee, want het gaat verkeerd. Ik was mordicus tegen het geldpompen in Brazilië. Ik zag daar eigenlijk een bodemloze put met wat ik toen kon zien. Ik vond het verschrikkelijk. En zo waren er wel meer projecten, om dat zo even de gordijntjes te noemen. Jongen, this is a new process. En het comes under the name of Veroland. It is metallized on one side. They have a nice curtain, metallized. They have sufficient protection for the sun. And the heat, there is such a reflection that when you are sitting inside in the room, you are sitting as in the shadow of a tree. Als ik me goed herinner, was het zo'n 40 miljoen in die twee projecten destijds verloren. Dus het was een enorme aderlating. Ja? En toen wilde hij het grote dok bouwen en dat kon hij toen zelf niet meer financieren. Hij kon zijn rekeningen niet betalen. Er was ook geen uitzicht dat hij dat zonder overheidssteun wel zou kunnen rondkrijgen. En hij had veel te veel projecten lopen die min of meer geldverslindend waren. En die al 12 keer had beloofd om te verkopen en die nooit heeft verkocht. Dat heeft allemaal naderhand moeten gebeuren. Maar hij had wel visie, maar geen centen. En dat is link.
financiële problemen. Dat kon bij een dergelijke expansieve figuur niet uitblijven. Want hij vond financiën vond hij eigenlijk een beetje een ondergeschikt onderwerp. Hij dacht, mij lukt gewoon alles. We hadden met de Rotterdamse Bank een hele goede verstandhouding, maar het was toch altijd een wat gespannen verhouding, omdat wij toch altijd wat niet helemaal logische dingen nemen in het normale financiële verkeer. Ze waren eigenlijk een beetje bang voor Cornelis. De banken, de regering, de angst dat die dan, als hij mee bezig was, die weer met het project zou beginnen en waar ze geen vat op zouden hebben, dat ze niet konden sturen, dat hij nog meer geld zou verliezen. Een jongste bediende laten bellen als de rekening een kleinigheid is overtrokken, dat kunnen ze. Maar op het moment dat men gaat zeggen, ja, maar er mag geen geld meer naar Brazilië toe. Hè? Er mag geen geld meer in Ierland en geen geld meer in Noorwegen gestopt worden. En ook niet in die gordijnen, bij wijze van spreken. Ja, dat waren toch kinderen van verdomme. En hij vond het maar belachelijk dat hij het geld daarvoor niet mocht lenen. Cornelis kon het niks meer voor elkaar krijgen. Ik ben een keer met hem mee naar de banken geweest. Als je dan tegen je bankier zegt dat ze een beetje niet erg willig zijn en ze zijn een beetje vervelend. En je zegt, jullie zijn een stelletje grote kruideniers. Ja, dan krijg je geen krediet meer op dat moment natuurlijk. Hè. Dus ik zat erbij. Ja, dan ga je door de grond en denk je, ja, nou ik had het al vergeten, Cornelis. Zegt hij later al tegen, ik heb het ze maar goed gezegd. Dan zei, ja, dat heb je ook wel, ja, maar ik krijg nog geen cent. Overigens waren er ook andere financiële mogelijkheden geweest om de dokter te financieren, maar dat wou hij helemaal niet aan, want had hij een deel van zijn nadeel af moeten staan. En toen ik dat naar voren bracht, toen ben ik bijna gefuseerd, geloof ik. En daarom zeg ik wens dit niet te verzwakken door kredieten en ik wens het ook niet te verzwakken door deelnemingen. Ik wens het een eigen zelfstandigheid te laten zoals het nu is. En zonder hulp van de Nederlandse staat was er op zijn minst een surseance gekomen of iets anders. Veel mensen denken altijd, dat wordt vaak gezegd, je gaat failliet omdat je geen geld meer hebt. Maar het is als je liquiditeiten die er niet meer toereikend zijn. Ook al heb je nog vermogen, maar de liquiditeit is er niet, dan gaat de zaak op de fles. Na veel aarzeling wilde Den Haag het krediet verstrekken. Echter op voorwaarde dat ons concern de Nederlandse dok- en scheepbouwmaatschappij te Amsterdam zou overnemen. De NDSM. Ons dok kon worden gebouwd. Op deze decemberdag kon ik in mijn geest tegen vader zeggen dat ik, wat de dokken aanging, er toch werkelijk moest zijn op die hoogste sport. Toen heeft hij die kredietgarantie uiteindelijk gekregen, maar toen hebben ze hem gelijk de stolp omgehangen dat hij die Amsterdamse werf moest overnemen. Dus dat was gewoon een heel smerig spelletje. Wij kregen volkomen valse balansen en veel te lage taxaties van de te verwachten verliezen bij de bouw van 4 bestelde tankers voorgeschoteld. Ik trapte erin, ik moest wel, en kreeg een kreng van een kat in de zak. Herinnert u zich die overname van Indus, hè? Ja, want Piet Goedkoop die was ook bij ons geweest, of wij hem niet over wilden nemen. Nou, wij wilden dat niet. Dus Piet Goedkoop, die zat met dat bedrijf in zijn maag, want hij zag geen kans meer om het rendabel te maken. En waarom wilde u het niet overnemen? Omdat het alleen maar verliezen zou brengen. En waarom wist Verholmen dat niet toen hij het overnam? Die wist hij wel. Maar hij kon groter worden. Het verhaal gaat dat hij 1 keer op die werf is geweest om er rond te rijden. Voor de verkoop en dat het daarbij gebleven is. Hij had daar natuurlijk geen belangstelling voor. Maar waarom doet iemand dat dan toch? Uit aangeboren ambities. Wat de moffen streberigheid noemen. Maar er zat ook een stukje opportunisme in. En toen vooral met de NDSM overnam, toen wisten we eigenlijk dat dat ook was de manier om de staat er heel nauw in te betrekken. En als het ware medeplichtig te maken. Doordat hij de NDSM erbij had, was het moeilijker om hem kapot te laten gaan. Want hij had zoveel belangen, ook in Amsterdam. Voor mij en voor een paar van mijn collega's was het overnemen van de NDSM een donderslag. Wij schrokken ons een hoedje. Ik heb het wel begrepen toen hoe dat kwam, want voor Van Wolmen was het natuurlijk de haatdragende directie destijds was een nagelaten doodskist. Maar toen hij dan dat bedrijf in zijn schoot geworpen kreeg,
was dat net toch een element van revanche. Je zult dan toch maar patsboom je vroegere grote vijand voor je voeten zien liggen. Dus ja, die aanpak van de regering met steun van de voltallige Staten-Generaal toen, die heeft wel ertoe geleid dat die werkgelegenheid bij de verholmen bedrijven behouden is. Nu dit eenmaal gebeurd is, zullen wij zorgen, en dat is ter geruststelling van alle werknemers, dat ze zich niet ongerust behoeven te maken over al deze berichten over moeilijkheden hier. Het zijn leugens. De gieren cirkelen boven mijn hoofd, maar ze krijgen mij niet zo makkelijk kapot. Het is allemaal een rotzooi. Niet dat het mij wat uitmaakt. Ik heb stalen zenuwen. Maar mijn vrouw, die kan er niet zo goed tegen. En ik zag de miljoenen dus tussen mijn vingers doorglippen. En na de fusie met de NDSM, ik denk dat het een 68 was of zo, toen zei ik tegen Verholmen, dat loopt helemaal vast. En we zullen dat ook moeten melden bij de staat, hoe groot het verlies is en hoe dat uitpakt en hoe lang we dat kunnen volhouden. Toen hebben wij gevraagd om een overbruggingskrediet. En toen heeft de jaloezie van zijn concurrenten een rol gespeeld in de relatie met de overheid. Omdat er toen vanuit concurrenten een sterke stroming uitging in de richting van pas op, geen geld meer aan hem geven. Die lui hebben mij altijd tegengewerkt. En nu denken ze, wanneer we die Verholmen maar klein krijgen, dan kunnen we zijn prachtige werven met zijn geweldige personeel zo overnemen. Maar dat zal ze niet lukken. En toen heeft hij, om zijn eigen onderneming te redden, zich moeten schikken in de voorwaarden die de overheid toen stelde. En dan is die vreselijke situatie ontstaan dat hij zijn hele aandelenpakket over moest dragen aan de staat. Het was mij alsof ik de strop om mijn hals langzaam maar zeker voelde dichtknijpen. Een ogenblik stond mijn adem stil. Hier stelde men tegenover een kredietgarantie van 25 miljoen gulden een eis die ik absurd vond. Gezien het feit dat in onze bedrijven bijna voor 1 miljard was geïnvesteerd. Maar ik zat in een allergemeenste dwangpositie. Iemand die tot zo grote hoogte gestegen is en ineens min of meer van de regering afhankelijk wordt, dat zat hem niet lekker. Hij zag zijn rijk ineenstorten. Ik wil toegeven dat ik daar veel verdriet over heb gehad. Die avond kwam ik meer dan down thuis, zodat mijn vrouw vroeg wat er aan de hand was. Ik kon slechts zeggen, ik heb mijn eerst geboorterecht verkocht. De regering heeft toen wel garanties gegeven voor Verholmen, maar met de bedinging dat daar dus onderhandeld moest worden om de Verholmen bedrijven samen te voegen met de Rijnschelde bedrijven. De Rijnschelde bedrijven, dat waren dus Drolok en Schelde. De reden dat het huwelijk RS en Verholmen uiteindelijk tot stand kwam in niet onbelangrijke mate was dat op die manier RS de beschikking over het grote dok kreeg, zonder daar veel voor te betalen. Bij de fusie denk ik dat de cijfers van de Rijnschelde wel wat aan de gunstige kant zijn voorgezet. Althans, dat ze daar geen zicht hadden op de verliezen die de komende jaren zouden komen. Ik denk dat ze dat een klein beetje verdonkere maand hebben. Zal ik u eens wat zeggen? Het zijn Amerikaanse gangstermethoden. Eerst is het Hosanna, daarna kruisigt hem. Maar in dit geval is er maar één winnaar. En weet u wie dat is? Ja, dat is toevallig Cornelis Verholmen. Een gesprek met Witteveen, minister van Sociale Zaken Rolfink, heb ik gezegd dat ik dacht dat Verholmen terug zou moeten treden. Waarop de heer Witteveen zei, maar als we er nou eens iemand naast zetten. Toen zei ik, excellentie, die kreeg geen 5 minuten de tijd en dan is hij beseitigd. Omdat de loyaliteit in het hele bedrijf heel sterk naar Verholmen uitgaat. Waarop Rolfink tegen Witteveen zei, Johan, ik denk dat de heer Langman daar gelijk aan heeft. Nou, daarmee was zijn lot bezworen.
En hij moest ook zijn hele zeggenschap was hij kwijt. En toen hebben ze hem ook nog een salaris geboden van geloof ik 100.000 gulden in die tijd. Het was een totale belederende situatie voor die man. Die was ook helemaal van streek. Hebt u hem verteld dat hij moest aftreden als president-directeur van zijn eigen bedrijf? Voor het werk me dat kan herinneren, heb ik dat wel duidelijk laten maken, doordat ik zei van dat hij bepaalde dingen moest tekenen. En dat hij die ook getekend heeft, en daar stond het in. Ik ben vanavond opgebeld door de minister-president met de opdracht om de heer Verhoeven mee te delen dat hij af moest treden. Wat heeft u toen gedaan? Ik heb de volgende avond dan bij de Verhoeven gegaan, ja. Hoe reageerde Verhoeven op de boodschap? Nou, dat is vrij begrijpelijk. Kunt u ons vertellen? Nou, dat vind ik zo. We kunnen veel begrijpen, maar we zouden graag vaststellen. Nou, meneer Verhoeven, maar die was dat tegen. en toen? We hebben een diepgaand bankgesprek gehad. En uiteindelijk heeft hij gezegd... Ik doe het. Dan heb ik me gevraagd of hij de minister-president wou verwitteren. Ik had van de minister-president de telefoonnummers gekregen waar hij bereikbaar was. En dat heeft hij zelf van de minister-president medegedeeld dat hij aftrad. Nou ja, ik heb die avond heb ik hier met hem gegeten op zijn werf in zijn eigen restaurant. En dat, een van de meest dramatische avonden die ik heb meegemaakt. Die man die was gewoon totaal los. Als je zo'n groot man dan helemaal in ziet storten, dat heeft me wel ook een traantje gelaten toen ik in de auto weer zat. Ik dacht, dat is toch heel erg dat dit gebeurt. Dit was voor mij de grootste klap die ik in mijn leven te incasseren heb gehad. Nou, dan ging je zo het eind van de middag eens even bij Verhoeven langs. Die dan vol verdriet aan de sherryfles begon. Totdat de secretaris Fuik binnenkwam en zei... Nou neem ik die fles mee, meneer Verhoeven, want je moet straks met Anneke ook nog even wat drinken. Dus nou, dan biggelden tranen over zijn wangen. Toen rond die fusie en zo, toen was hij eigenlijk wel een beetje in de war. Kon hij wel eens een beetje vreemd doen. Kon hij soms ineens op je schouder vallen of gewoon hele gekke dingen. Maar toen was het een beetje dramatisch. Het is geen kleinigheid wat daar gebeurde, hè. Wat daar gebeurde was even dramatisch. Voor de mensen in de top van het concern als van de... man onderaan aan de lijn, wiens wereldje ook in stort gaat. En dan zeiden mensen tegen mij, die Verhoeven die zal wel een paar miljoen hebben in Zwitserland, dus die hebben geen mailen meer. Die man had alles, behalve zijn huizen en zijn jachten, had hij alles in de zaak gestoken. Hij had helemaal geen miljoenen in Zwitserland. Hebt u niet het gevoel dat Verhoeven onrecht is aangedaan? Totaal niet. Totaal niet. Wat zou dan onterecht geweest zijn? Ze die zielige man ten onder hebben laten gaan... Nee. Ik heb geen vrienden. Nee, die heb ik ook nooit gehad. Als gelovig mens heb ik dikwijls op de knieën gelegen om onze schepper te vragen om ons hier weer uit te helpen. Verhoeven was failliet. Maar Verhoeven had veel liever nog een jaar of anderhalf doorgemodderd, want de markt van die schepen liep op. Japan was kennelijk volgevreten, Zuid-Korea en alles, maar je zag de prijzen stijgen van de tankers en de vrachtschepen. Als zo'n markt dan oploopt, nou, daar kreeg je fortuinen voor. En zo liep het ook. We hadden toen een enorme goede orderportefeuille op dat moment, zo rond de fusie. Daaruit is ook een hele serie van schepen gekomen die heel veel winst hebben opgeleverd, die nou in Rijnschelde Verhoeven viel. En die Verhoeven graag gezien had dat hij alleen bij Verhoeven terecht was gekomen. Ik ben de mening toegedaan dat wij het gered hadden. De winsten die de eerste jaren bij de fusie eruit kwamen, dat waren eigenlijk de winsten van Verhoeven. Het is een godswonder dat wij weer een periode ingegaan zijn van een enorme vraag naar deze grote tankers,
waarvan onze concurrenten gezegd hebben dat het niet een product was dat lonend te maken was. Het dok is eigendom van de gemeente al jaren. En nu functioneert daar dus het bedrijf uit Singapore. En daar wordt goud geld mee verdiend. Omdat het een uniek dok is. Heel breed en groot. Maar kan je dan niet achteraf toch zeggen dat Volme iets visionairs had? Nee. Nee, dat is niet. Dat visionairs, dat hadden wij. Maar dat hebben we nooit gebruikt. Sommige dingen komen op zijn pootjes terecht en andere dingen niet. Voor een simpel operatietje in september 80 naar het ziekenhuis. Op zijn verjaardag notabene ook nog 4 september. Toen kwam hij uit het ziekenhuis. En toen hebben ze hem op de heul met mijn moeder en mijn tantes, die waren erbij. En minister van Ardennen. En die heeft uiteindelijk de onderscheiding uitgereikt. Vrijwel de hoogste Nederlandse onderscheiding. Dat was natuurlijk wel heel mooi. Ja, het was heel fijn dat hij dat kreeg, maar hij zag er niet uit. Toen was het al echt het begin van het einde. Dan was ik 's avonds bij hem en dan masseerde ik zijn rug. En dan zat hij vreselijk in de put en zei ik, pap, zit je ergens overin? En zei hij ja. En zei ik, pap, zit je over moeder in? Moet je niet doen, want moeder heeft het je echt vergeven. Het is goed, het is allemaal goed. Nou, een paar dagen daarna is hij toen gestorven. En daar heeft hij voor gekozen om hier een kelder te laten maken, om hier rustig onder deze twee bomen te wachten tot de dag van de wederkomst van Christus, zei hij altijd. En dat geloofde hij ook. Want er is nog even moeilijkheden geweest met de gemeente, dat er niet een grafkelder mocht komen. En daar stond een huisje op. Maar hij toch doorzette dat het huisje wegging en dat hij daar kwam te liggen. De dood? Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niets, maar samen met mijn schepper, met wie ik dagelijks contact heb, ben ik sterk. Eens heb je je bestemming bereikt. We'll be right back.